Echte Winnaars wordt mede mogelijk gemaakt door Optisport en Panattasport. Hallo en hartelijk welkom bij Echte Winnaars. In Echte Winnaars volgen wij echte Nederlandse topsporters. En deze keer is dat topzwemster Maud van der Meer en ze heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Kijk je mee? Ik ben Maud van der Meer, ik ben 27 jaar en ik train in Eindhoven in het Pieter van der Hogeband Stadion. En ik zwem voornamelijk de 100 vrij, maar af en toe doe ik ook 50 en 200 vrij. Maud, jouw verhaal. Hoe is het voor jou begonnen, het zwemmen? Vertel eens. Hoe is het dan begonnen? Ja, ook als, gewoon als klein meisje. Bij mijn club toen de tijd had je zeg maar een soort voorprogramma voor wedstrijdzwemmen. Dat was brons, zilver, goud. Ook een soort drie diploma's waar je echt leerde starten en vlinderslag en keerpunten. Echt gewoon de next level van de ABC. Dat had ik echt al heel snel gehaald. En toen had ik zoiets van ja, ik vind het leuk. En ik zwem snel of sneller dan de rest. Dus, dat merkte je toen eigenlijk al, dat ja, je talent ervoor had. Ja, dat ik best wel snel zwom. En toen had ik zoiets van ja, ik wil om de wedstrijd zwemmen. Hey, en hoe ziet een trainingsdag voor jou eruit? Heel vroeg opstaan. Ik sta wel een stuk eerder op dan mijn teamgenoten, want ik heb een kleine thuislopen. En we beginnen altijd training met landtraining. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Core, mobiliteit of een mix daarvan. We hebben ook wel baloefeningen en de zogeheten redcord oefeningen. En dan begint mijn zwemtraining. En dat is afhankelijk van hoeveel kilometer we hebben, hoe lang ik bezig ben. Meestal rond de 1,5 uur à 2 uur. En dan heb ik ook 3 keer per week nog een uur en een kwartier krachttraining. Je zit ook gewoon in de sportschool. Ja, ja. Te knallen. Ja. Dat vond ik in het begin eigenlijk helemaal niet leuk, krachttraining. Maar nu vind ik het echt heel leuk. Je hebt een heel bijzonder verhaal, vind ik. Want je hebt inderdaad een kleine thuis rondloop. Je gaf het net al aan. Je werd zwanger op een gegeven moment. Wist je toen, ik kom ooit nog een keer op dat topniveau terug? Of was dat voor jou maar even de vraag? Ik heb wel van tevoren enigszins besproken met mijn coach. Hoe lang ga je het proberen? Ja. Want je zit wel met een seizoen. Het mooiste scenario zou zijn dat ik vlot zwanger werd. Dat je eigenlijk tegen het einde van het seizoen zou bevallen. En dat je het nieuwe seizoen weer zou op kunnen starten. Dat is gelukt. Wauw, goed gekund. Ja, nou ja, het was nog natuurlijk gewoon de vraag. Het blijft een wonder. Blijft een wonder. Hoe kun je dat allemaal combineren, gezinsleven en topsporten? Dat seizoen wat ik eigenlijk gewoon maar heb getraind zonder wedstrijden te zwemmen, aankomen, je lichaam zien veranderen, was best wel heftig mentaal. En zeker als je dan toch af en toe op de weegschaal moet staan en je denkt, oeh. En eigenlijk toch zoveel plezier nog hebben. Toen had ik wel zoiets van, ik geef mezelf de tijd van, gaat het kriebelen, wil ik beginnen? En natuurlijk de uitslagen, die las ik wel wat ze zwommen op de EK toen de tijd. En toen had ik zoiets van, het moet kunnen. En badpak aan en begonnen en het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk, die eerste keer weer in dat bad in. Ja, we hebben vaak 3 of 4 weken vakantie. Dan voelt het echt al ronduit slecht. Ja. Maar toen had ik echt zoiets van, volgens mij moet ik helemaal opnieuw leren zwemmen. Voor de kijkers die willen gaan zwemmen of misschien al zwemmen, maar moeilijk vooruitkomen met zwemmen. Met kleine aanpassing kun je wellicht iets wat progressie boeken. Mm-hmm. Welke echte winnaar zwemtips zou je de kijkers mee willen geven? Ik krijg vaak de vraag van, hoezo raak je niet zo snel buiten adem? En de valkuil van mensen die redelijk kunnen zwemmen is dat ze hun adem in blijven houden. Op het moment dat ze bijvoorbeeld borstkras zwemmen. Ja. Maar je moet juist voordat je gaat ademen, lucht uitblazen. Nou, het allermakkelijkste om te oefenen, maar ja, dan heb je weer iets nodig en dat is een snorkel. Oh ja. Dan kun je zelf je ademritme bepalen. Maar ja, we gaan natuurlijk gewoon gelijk voor... Voor goud. Ja. Zo'n duik nemen? Ja, is goed. Nou Maud, dat is een potje zwemmen hoor, wat je doet. Ja. Ja, zeker. Hey, wat maakt in jouw ogen nou iemand een echte winnaar? Moeilijke vraag, hè?
Ja, een heel lastige vraag. Vooral mensen die blijven volhouden. En niet zozeer in topsport, maar ook bijvoorbeeld mensen die ziek zijn geweest. Je ziet toch altijd dat mensen er krachtiger en beter eruit komen. Ik heb altijd een hele mooie quote gehad van succes is 1 keer meer opstaan dan dat je gevallen bent. En ja, daar zit echt gewoon een kern van waarheid in. En ja, dan ben je echt gewoon een echte winnaar. Het is nu 2020. De Olympische Spelen in Tokio zitten eraan te komen. Wanneer zijn voor jou de kwalificatiemogelijkheden om je te plaatsen? In april heb ik twee mogelijkheden. Begin april, ja, zijn twee wedstrijden achter elkaar. Dus 2 weken moet je scherp zijn en er staan. Dat gaat je wel lukken, toch? Dat denk ik wel. Gaan we over, hè? Ja. Tot in Tokio. Ja. Dankjewel, hè?